Sterke cijfers van chipmachine producent ASM International deze week. In deze video alles wat je daarover moet weten. Die cijfers van ASM International die werden afgelopen dinsdag na beurs uur of zes gerapporteerd. Aandelen in reactie meteen een stuk hoger na beurs op TradeGate. Procent of zeven hoger geopend de dag daarna. En uiteindelijk ruim 5% hoger gesloten op een ja, toch rode beursdag. Nou, het verhaal is eigenlijk dat ook ASMI nog steeds last heeft van de zwakte in de meer traditionele eindmarkten, maar dat de AI gerelateerde vraag daar ruimschoots voor compenseert. Met name de transitie naar gate-all-around technologie in combinatie met een sterke vraag uit de geheugenchipsector, high-bandwidth memory, zorgt ervoor dat ASMI eigenlijk ja, hele mooie cijfers, orders en outlook weten rapporteren. In deze video de cijfers kort uitgelicht waarom ASM positief is over 2025, terwijl ASML juist de doelstellingen voor volgend jaar verlaagd heeft, en een overzicht van de nieuwe koersdoelen uh, voor aandelen ASM. Nou, hier zie je die kwartaalcijfers over het derde kwartaal. Omzet van 779 miljoen euro, 26% hoger dan een jaar eerder, en eigenlijk aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte tussen de 740 en 780 miljoen euro. Wat opvalt uit die omzet is dat met name de omzet uit onderhoud en servicing van machines behoorlijk hoog is. 45% groei op jaarbasis, verkoop van machines daarentegen 21%. En dat komt onder meer vanwege een uh, stevige vraag nog steeds uit China. Bruto marge die lag op 49,4%, stuk boven de consensus van 48,6%. Verhaal daarbij is eigenlijk dat uh, nou ja, uh, de omzet uit China al een aantal kwartalen behoorlijk hoog is. Hè? Dat is eigenlijk bij alle chipmachine-producenten zo geweest. De verwachting is dat die normalisatie daar gaat plaatsvinden. Werd aanvankelijk opgerekend dat dat dit kwartaal dus behoorlijk wat impact zou hebben. Blijkt toch wat minder snel het geval te zijn dan werd ingeschat, zowel door, ik denk, ASM zelf als ook door analisten. Uh, maar ASM geeft wel aan dat die normalisatie verder zal gaan doorzetten in het vierde kwartaal. Maar dat maakt dat die bruto marge toch een stuk hoger uitvalt dan werd verwacht. We zien daarnaast ook dat de operationele marge bijna 3% hoger ligt op jaarbasis. Komt enerzijds door ja, gewoon de omzetstijging natuurlijk. En deels ook door kostenbeheersing, al dus ASM. Onder de streep ongeveer 128 miljoen euro aan netto winst. Omgerekend 2,59 euro per aandeel. Wat met name positief werd ontvangen is het volgende. Na ja, tegenvallende orde instroom bij ASML, maar ook bij Bezi. Weet ASM een hele mooie orde instroom te rapporteren. 815 miljoen euro aan nieuwe orders ontvangen. De analisten gingen uit op 771 tot 786 ongeveer. Dus een stuk meer. En linksonder een mooi grafiekje van uh, semi Analysis onderzoeksbureau in de chipsector. Die uh, ja, eigenlijk goed laat zien dat het aantal orders bij ASM al een aantal kwartalen op rij verder begint toe te nemen. Heeft deels te maken met een transitie in de chipsector. Uh, voor de allernieuwste microchips. Andere technologie gate all around. En ja, de ramp-ups daarvan die zetten verder door. Merkt ASMI dus in het orderboek, maar ook in de omzet. En daarnaast profiteert het uh, vanuit de geheugenchipsector. High Bandwidth Memory, uh, waar ook ASMI dus sterke orders voor ontvangt. ASMI geeft wel aan dat er een pull-in is geweest van orders die eigenlijk in het vierde kwartaal zouden vallen, maar door klanten dus eerder zijn geplaatst, vallen nu dus in Q3. Um, nou, die komen dus niet nog een keer binnen. ASM geeft aan dat de orders in het vierde kwartaal waarschijnlijk opnieuw solide zullen zijn, again solid. Maar na verwachting wel onder het huidige niveau komen te liggen. Um, maar goed, al met al mooie orde in stroom die uh, ja, denk ik uh, mooi aan het doorzetten is bij ASM. Dan dit. En uh, dit is toch wel een hele mooie verrassing, denk ik. De outlook voor 2025 wordt door ASM iets naar boven bijgesteld. Afhankelijk rekenen kunnen onderneming op een omzet tussen de 3, uh, de 3 en de 3,6 miljard euro aan omzet. Dat wordt nu 3,2 tot 3,6 miljard. Enorm ja, positief. Hè? Zeker omdat ASML juist de Outlook onlangs neerwaarts heeft aangepast. En het verhaal is eigenlijk een beetje dat ook ASM die zwakte merkt in de meer traditionele eindmarkten. Maar dat de AI-gerelateerde vraag ruimschoots compenseert daarvoor. Met name die toename van uh, ja, gate-all-around-gerelateerde verkopen. Zit eigenlijk zo: Gate All Around is een nieuwe technologische architectuur van de aller, allernieuwste microchips, 3 nanometer, 2 nanometer. En daar zijn per saldo meer machines van ASM voor nodig. Die technologie ja, is meer ALD intensief meer epitaxie-intensief. En dat zijn de machines die ASM levert. Dat uh, ja, biedt dus een enorme rugwind. ASM laat weten dat uh, ja, klanten die plannen om die productie verder op te schalen, dat uh, is gecommuniceerd, dat die ja, gewoon doorgaan, hè? ondanks uh, dat we toch elders wat vertragingen zien in uh, de, uh, ja, de plannen van een heleboel grote spelers in de sector. Onder meer, TSMC moet volgend jaar productie van 2 nanometer chips gaan opschalen naar massaproductie. Samsung is ook voornemens om dat te doen, lopen tegen wat problemen aan met 3 nanometer. En ja, daardoor is er nog meer incentive om juist nog harder in te zetten op 2 nanometer. Ook Intel, grote speler, is voornemens om te gaan opschalen. Ondanks dat daar natuurlijk een aantal, uh, ja, capex-cuts geweest zijn. Uh, Investeringsronden, uh, investeringsbudgetten omlaag zijn bijgesteld. En nou, dit is eigenlijk wat ASMI uh, communiceert in de persbericht. Zie je hieronder. En het belangrijkste verschil met ASML is denk ik dat um, ASML... Toch echt specifiek last heeft van uh, een aantal vertragingen van belangrijke klanten, Intel en uh, Samsung. En dat ASM daar toch minder vatbaar voor is. Er zit natuurlijk een verschil in lead times, maar er zit ook een belangrijk verschil in natuurlijk de chipmachines. En ASM heeft het voordeel dat de plannen voor capaciteit van uh, ja, gate-all-around gerelateerde microchip productie... Dat die doorzet, ondanks vertraging elders. En daar weet de onderneming dus kennelijk van te profiteren. Nou, hier een overzicht van de koersdoelen van de analisten. Uh, de afgelopen dagen zijn natuurlijk aangepast op basis van de nieuwe cijfers. Berenberg en Jeffries verlagen de koersdoelen enigszins. Uh, de Groof zit op 600. KBC op 545, komen met een hold. Oddo is opvallend positief. Had voor de cijfers een koersdoel van 1000 euro. En ASM staat onder meer bij Oddo als Jeffries nog steeds op de favoriete lijst. ASM-aandelen, ja, uh, nog steeds goed gepositioneerd om te gaan profiteren van technologische trends. Met deze cijfers een soort bevestiging dat dat verhaal intact blijft. Ondanks de zwakte elders. Groeivooruitzichten zijn daarmee uh, positief. Ondanks die zwakte elders. Voor 2025 aandelen voorafgaand aan de cijfers ongeveer 24 keer. De voorwaartse EBITDA uh, voor 2025 was in juli nog 32 keer. Is dus behoorlijk afgekomen. Is nog steeds uh, ja, relatief aan de wat hogere kant. Maar ik denk met een hele goede reden. Lijken toch een aantal mooie jaren aan te komen bij ASM. En mochten de doelstellingen voor 2027 gehaald worden... dan denk ik ook zeker dat de aandelen koopwaardig zijn... Mocht je zelf willen handelen in aandelen ASM, dan kun je dat natuurlijk doen door de aandelen te kopen of verkopen. Maar om met een hefbom-effect in te kunnen spelen op een koersstijging of koersdaling, kun je ook een factor overwegen. Deze beursproducten worden uitgegeven door onze sponsor Société Générale. Op de website www.sgbeurs.nl vind je een overzicht van alle factors op aandelen ASM, maar ook op bijvoorbeeld BC, ASML en een heleboel andere aandelen. Onder deze video een aantal links met meer informatie over de werking en de risico's van deze producten. Dan nog dit binnenkort organiseert de Aandeelhouders de Nationale Beleggingstest 2024. Kun je gratis voor inschrijven, vallen mooie geldprijzen te verdienen. 2500 euro voor de nummer 1. Schrijf je in via www.denationalebeleggingstest.nl is op 18 november, dus uh, nog iets meer dan twee weken, dus wees er snel bij. Wil je meer weten over ASM International of de cijfers? Ga dan naar www.deaandeelden.nl. staat een uitgebreide analyse al sinds gisteren voor de leden en volgens natuurlijk ook op Twitter, waar we dagelijks een heleboel beursrelatorde content delen. Voor nu bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je vragen hebben, mocht je opmerkingen hebben, laat gerust een reactie achter onder deze video. En dan komen we daar zo snel mogelijk op terug. Nogmaals, bedankt voor het kijken en graag tot ziens.